Welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag deel ik met jullie een heerlijke mini gevulde panbroodjes. Favoriet bij iedereen. Je hebt niet zoveel voor nodig. Je kan veel van maken en gewoon lekker invriezen. Het is een heerlijke super gerecht. Wat heb je voor nodig? Ik heb hier 3 middelgrote uien. Ik heb ze in de hakmolen gedaan. Een beetje grof gemalen. Je ziet kleine stukjes. 2 grote wortels. Ook gemalen. 500 gram kaas gehakt. 1 grote rode paprika. Je kan natuurlijk ook voor kiezen om groene paprika te doen. Of ander soort paprika. Maar ik vind de rode veel lekkerder. Die heb ik ook door de hakmolen gehaald. 2 eetlepels zonnebloemolie en 2 eetlepels olijfolie. 20 gram tomatenpuree. En hier heb ik de kruiden. Ik heb 1 theelepel chili poeder hot. Als je niet van pittigheid kan je het weglaten. En als je van een klein beetje pittigheid kan je minder doen. Het is helemaal naar wens of helemaal weglaten. 1 theelepel gember. 1 theelepel rode paprika. 1 theelepel uienpoeder. 1 theelepel zwarte peper. En 1 theelepel zout. Hoeveelheid zout is natuurlijk helemaal naar wens. Nou, dit zijn de ingrediënten van de vulling. We beginnen eerst met de vulling. En daarna gaan we over naar de deeg. Nou, ik heb eerst olie erin gedaan en uitjes. Ik doe ook gelijk wortels bij. Zodat ze ook snel zacht worden. En rode paprika. Nou, dit fruitje samen. Goed laten fruiten. Tot het een beetje glanzig is en zacht. Je hoeft geen deksel op te doen, anders komt er veel vocht vrij. Ik heb het ongeveer 5 minuten laten fruiten en daar voeg ik gehakt bij. Dit ga je verder samen fruiten. Nadat ik gehakt bij heb gedaan, even zo samen mengen. En dan voeg ik kruiden bij. En dit meng je samen. Tomatenpuree. Goed samenmengen. Verder laten fruiten. Nou, ik heb hem ongeveer 5 minuten laten fruiten. Nou, je kan in de tussentijd je kan ook proeven of er genoeg zout in zit. Ik begin altijd met weinig zout. En als ik eventueel meer zout bij wil kunnen doen, dan kan ik het tijdens het koken doen. Je kan gehakt natuurlijk ook vervangen door kip gehakt, dus kipfilet gehakt. Of je kan het vegetarisch maken. En als je een beetje van rauwkost houdt, dan hoef je het niet zo lang te bakken, de uitjes en wortels. Dan kop je mijn fruitje heel kort. En dan voeg je gehakt of runder gehakt, kaas gehakt. Het is helemaal naar wens.
kip gehakt. Nou, ik laat het nu even verder fruiten. Ik zet mijn inductiekookplaat wat hoger op 8. Zodat al dat vocht, als er een klein beetje vocht bij zit, dat het ook allemaal weggaat. Het moet een beetje droog zijn. Dus ik zet hem nu wat hoger. Wel bij het laten staan, zodat het niet aanbrandt. Nou, ik doe dit ongeveer 2 minuten en dan is onze vulling klaar. Nou, de vulling is klaar. Is inmiddels nu aan het afkoelen. En we gaan in tussentijd verder met deeg. Wat heb je voor nodig? Ik heb hier 500 gram bloem. Gewoon bloem van de Lidl. 3 gram zout. 3 volle eetlepels olijfolie. 5 gram gist. 1 volle eetlepel honing. Kun je vervangen door een halve eetlepel suiker. Waarom ik dat erbij doe? Zodat je brood een mooi goud kleurtje krijgt. Verder heb ik hier 250 milliliter lauw water. Exact hoeveelheid water ik nodig heb, laat ik zo meteen zien of komt in beschrijving te staan. Nou, dit zijn de ingrediënten. Kijk mee naar het bereiden hiervan. Ik laat het kneden door de kneedmachine. Ik doe hier bloem in. Ik voeg gewoon alles bij. Gist. Na gist pak ik zout. Honing. Dan voeg ik eerst 100 ml water. Nou, dit ga ik goed laten kneden. Weer 2 minuten laten kneden. Nu voeg ik olijfolie bij. En laat je het verder heel kort kneden. Nou, ik heb een kleiner kommetje gepakt. Heb ik een beetje ingevet met olijfolie. En daarmee vet ik ook mijn handen. En haal ik het deeg eruit. Nou, ik heb het deeg eruit gehaald. Ik maak nu even een bolletje van. En dan ga ik het afdekken met de plastic. En dan laat ik het ongeveer een uur rijzen. Of je kan het in een klein beetje voorverwarmde oven doen. Niet al te veel, op 60, 70 graden, niet te veel. Dat de oven net begint op te warmen. En dan kan je dit afgedekt in de oven doen. Dan rijst het ook sneller. Dat is een handige tip tijdens de wintertijden. Nou, het is gerezen. We maken hiervan kleine bolletjes. Ik heb hier een kommetje met zonnebloemolie. Om mijn handen mee in te vetten. En dan maken we zulke bolletjes. Net als msemen. Zo. Ik heb een dienblad. Dienblad ingevet met zonnebloemolie en daar leg ik ze erop. Zo. Even nog een keer invetten. Goed drukken. En de grootte hiervan is natuurlijk helemaal naar wens. Je kan ook een hele grote maken, maar ik maak van die kleintjes. Nou, ik heb hier een aantal bolletjes, gewoon goed invetten. En dan gaan we ze vullen. Ik heb hier bakpapier. Die heb ik gesneden in 4 kleine stukjes. Nou, te beginnen eerst even dit goed invetten. En dan pak je een bolletje. Even een klein beetje zo
Je koekenpan die doe je alvast aan, zodat het warm wordt. En dan ga je naar de volgende. Zo dicht. En dan maak je hem weer een beetje platter. Als je de vulling ziet, is prima. Het wordt een hele dunne deeg. Je kan er dus rondjes van maken, maar ook ovaal. Laat ik zo even zien. Nou, dit zet ik ook even apart. In vetten. Nou, je kan ook kiezen voor ovaal. En dan doe je hem langwerpig zo. En dan ga je de zijkant zo dicht maken. Ik vul ze wel lekker. Goed dichtknijpen zijkanten. En dan draai je hem om. Zo langwerpig. Nou, die zet ik ook even opzij. Je kan ook een hele grote maken. Zo kleintjes is wel fijn. Als je te veel hebt gemaakt, kan je hem gewoon lekker invriezen. En als je vulling over hebt, kan je bladerdeeg mee vullen. Of ook gewoon invriezen. En volgende keer hoef je alleen maar deeg te maken. Zo. Nou, de koekenpan is inmiddels heet. Dan begin ik met de eerste die ik heb gevuld. Dat kip je zo op de koekenpan. Dat laat ik zo zien. Nou, je pakt dus de eerste die je hebt gevuld. Je zorgt er wel voor dat het goed ingevet is. Kip je het zo om. Even nog verder wat platten maken. Zijkantjes vooral. Kunnen twee naast elkaar. Zo. Ja, dit laat je bakken. In de tussentijd heb je twee van deze bakpapier over. Dan ga je verder met de rest vullen. En zo ga je door tot je alle bolletjes hebt gevuld.
dat zijn mooi goudbruin. Het ruikt heerlijk. Nou, dit is het eindresultaat van een heerlijke gevulde mini broodjes. Ik heb veel vullen over, nou, de helft bijna nog. Nou, die kan ik invriezen en volgende keer hoef ik alleen maar deeg te doen. Of je kan heerlijke bladerdeeg mee vullen. Of als jullie dat gaan maken, kunnen jullie ingrediënten van het deeg verdubbelen. Dan kunnen jullie dit allemaal opmaken. Nou, het ziet er super lekker uit. Als je bij de pan haalt, dan is hij wat aan de harde kant. En daarna worden ze super zacht en echt heerlijk. Heerlijk tijdens Ramadan. Ook gewoon heerlijk als tussendoor. Super lekker. Ik zal eentje even openmaken. Het is nog warm deze. Ik heb de warmste gepakt. Maar deze is ook nog warm. Nou, zo ziet het van binnenkant uit. Heerlijke gevulde brood. Je krijgt er niet genoeg van. Je kan ze gewoon natuurlijk ook invriezen. Nou wil ik jullie bedanken voor het kijken. En vergeet vooral niet te delen, te liken, te abonneren. En tot de volgende video weer.